Het klopt inderdaad dat ik benaderd ben om de opvolger te worden van Gadisja Ariep om haar zetel in te nemen. En ik heb er heel goed over nagedacht en ik ga het doen. Hij gaat het doen. De 25-jarige Julian Bushof gaat namens de Partij van de Arbeid de Tweede Kamer in. Bushof kwam vijf jaar geleden in de Groninger Gemeenteraad en werd een jaar later al fractievoorzitter. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stond de Groninger op de 13e plaats. De PVDA haalde negen zetels. Maar door het vroegtijdig vertrek van Lilian Ploemen, Gijs van Dijk en Khadija Arip. was het de beurt aan Julian Bushoff. De kiesraad maakte zijn benoeming dinsdag bekend. Waarna hij 28 dagen had om een beslissing te nemen. En die heeft hij nu dus genomen. En dat betekent een vertrek uit de Groninger politiek. Ergens uh, laat ik met pijn in mijn hart Groningen achter. en tegelijkertijd ga ik nu iets nieuws aan wat ik ontzettend leuk vind. Uh, en ik hoop gewoon dat ik, net als in Groningen, wat resultaten daar mag boeken. En dat het me gaat lukken om het nou ja, elke dag een beetje beter te maken voor morgen. Met die insteek ga ik nu naar Den Haag. Bushof was al een van de jongste fractievoorzitters van het land. En wordt nu dus ook een van de jongste Kamerleden. Is dat nou een kwaliteit of is dat nou een zwakte? Um, nou, ik zie het niet zozeer als kwaliteit of zwakte in je leeftijd. Ik denk dat het erom gaat dat je gewoon uh, hard je best doet en dat je levert. We zitten in Groningen met 45 mensen in de gemeenteraad. En ik vind het uh, ontzettend eervol om in de gemeenteraad te zitten. Maar ik vind het ook een verantwoordelijkheid. Ik vind dat ieder van die 45 raadsleden gewoon moet leveren. Concrete resultaten boeken. Niet zozeer voor jezelf, maar wel voor je stad. Voor de mensen die het nodig hebben. En dat geldt ook voor de mensen in Den Haag. Dan zit je met 150 mensen in de Kamer. Vertegenwoordig je Nederland en Nederlanders. En ik vind dat je verplicht bent om dan gewoon goede resultaten te boeken. Dus daar ga ik ontzettend hard mijn best voor doen. En ik hoop dat. Wat gelukt is in Groningen, dat het ook gaat lukken in Den Haag. Om echt nou ja, voorstellen te doen die bijdragen aan het uh, vergroten van bestaanszekerheid van mensen. Bushoff schreef dit jaar mee aan het coalitieakkoord in de gemeente Groningen. Bij de presentatie was er een duidelijke boodschap. We gaan ze in Den Haag een poepje laten ruiken. We laten ze zien hoe het wel moet. Nou, ik neem precies dat eigenlijk mee naar Den Haag. Ik heb me hier mogen inzetten hè, voor bestaanszekerheid. Ik ben ontzettend trots op het feit dat schoonmakers in gemeentelijke dienst komen met meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Ik ben trots op bijvoorbeeld zo'n initiatiefvoorstel voor meer betaalbare woningen. Waarmee we echt publieke regie pakken en ervoor zorgen dat mensen weer betaalbaar kunnen wonen in Groningen. Ja, en dat soort concrete voorstellen waarbij je dus als overheid een stapje naar voren zet en inzet op bestaanszekerheid. Ja, in Groningen laten we zien dat het kan. En dat neem ik dus ook mee naar Den Haag en hoop ik ook. In Den Haag met zulke soort voorstellen te kunnen komen. De inhoud van zijn portefeuille is nog niet bekend. Al is er één onderwerp waar hij zich zeker mee bezig gaat houden. Ik vind het echt een grof schandaal wat de mensen hier in het gaswinningsgebied is aangedaan. Dus ik wil mij ook blijven inzetten, samen met bijvoorbeeld Henk Nijboer, om ervoor te zorgen dat er eindelijk recht gedaan wordt aan Groningers. Ik wil mij in blijven zetten voor heel Noord-Nederland, omdat dat toch af en toe uh, hard nodig is als je kijkt naar waar gelden vanuit het kabinet naartoe gaan. Dan wordt het Noorden soms echt vergeten. En ik wil me blijven inzetten voor wat ik nu eigenlijk ook al doe in Groningen: bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Oud-werthouder Roland van der Schaaf maakte vijf jaar geleden de komst van Beurshof in de Groninger gemeentelijke politiek mee. Ik heb toen ik bij de gemeente Groningen zat jarenlang met Julian mogen samenwerken. Dat was een, ja, echt een heel groot plezier. Uh, ik denk dat het echt een groot verlies is voor de, voor de gemeente Groningen dat hij vertrekt. Aan de andere kant, het zat er ook een beetje aan te komen, hij stond natuurlijk op die lijst. En ik denk dat het een hele grote winst is voor de fractie in de Haag, de PvdA-fractie en voor de Tweede Kamer. Ja, en ik hoop ook zelf dat Julian er heel veel plezier aan gaat beleven. Verslaggever Wouter Holsappel volgt de Bushof ook de afgelopen jaren. Julian heeft natuurlijk op vroege leeftijd al best wel veel gedaan in de politiek. Ik bedoel, hij heeft meegeschreven aan het landelijke PvdA-partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. En hij heeft hier natuurlijk aan de onderhandelingstafel gezeten voor een coalitieakkoord. Toch de vijfde, zesde stad van Nederland waar je dan aan tafel zit en mee mag onderhandelen over hoe het er de komende vier jaar uit moet gaan zien. Dus hij heeft wel de voorwaarden denk ik om een goed Kamerlid te zijn. Maar ja, gaat hij het redden tussen al die uh, politieke spelletjes daar? Dat denk ik denk dat hij daar zich uh, nog wel goed tegen moet gaan wapenen. Julian heeft ongelooflijk veel talent. En uh, dat, dat zien we allemaal natuurlijk ook aan de buitenkant. Maar ik heb ook gezien hoe hij kan acteren, zeg maar, uh, buiten het zicht van de camera's en uh, in de, 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 de debatzaal. Hij is ook echt iemand die ontzettend goed met mensen om kan gaan. Um, echt verbindend is. Hij werd eigenlijk ja, onverwachts fractievoorzitter vier jaar geleden. En deed dat fantastisch, heeft hij dat gedaan. Echt op een hele goede manier. En hij combineert dat, hè, dit, dat, dat, dat verbindende, met toch een soort um, ja, bijna uh, ja, behoorlijke volwassenheid. Als het gaat om uh, doorhebben wanneer uh, er iets goed zit en wanneer niet goed zitten. Dus hij is gewoon heel alert daarop. Hij gaat niet over een nacht ijs. Dus ik denk dat hij, natuurlijk moet hij nog heel veel leren hoor, maar hij, uh, hij gaat het zeker redden in Den Haag. Ja. <tied>